Ja, ik vrees, laten we beginnen. Op de training heb ik gezien, volgens mij heb jij een bijna fitte groep. Ja, degene die we nog missen alleen zijn volgens mij Ragnar en Mark Veenhoven. Ja. Hoe is het met hun? Ik zie Ragnar loopt al een tijdje rondjes voor zichzelf. Ja, hoe ver is hij in zijn herstel? Ja, het gaat steeds beter. Maar zoals denk ik heel veel trainers, het duurt je altijd te lang. Dus in mijn geval ook. Maar goed, die jongens doen er alles aan. De medische staf doet er alles aan. Dus ja, ik hoop ze toch wel nu al binnen een paar weken weer bij de groep te hebben. Ben jij tevreden over hoe het de laatste weken gaat met Sparta? Ik denk dat je als sporter en ook als trainer en ook als organisatie altijd de ambitie moet hebben om je te verbeteren. Dus ik denk echt tevreden ben je nooit. Maar ik denk wel dat je ook realistisch moet zijn. Je moet gewoon weten waar je kwaliteiten liggen. En waar je verbeterpunten liggen. Nou, nogmaals, dat laatste, dat houdt je altijd scherp in de sport. En dat moet ook blijven. Als dat wegvalt, dan is het tijd om te stoppen. Of je nou speler bent of trainer. Ben jij een trainer van het principe never change a winning team? Niet per se. Ik denk dat ik een trainer ben die juist probeert te kijken van hoe kan ik het voorkomen dat je net even te lang er bent doorgegaan. Eigenlijk was afgelopen weekend al zo'n keuze. Moet ik een keuze maken tussen een zeer jonge, talentvolle spits? Of kies je voor, voor Mo en D-Roy in de spits en daarachter? Dus dat was eigenlijk, had ik dat dan al niet veranderd? Nee, ik moet gewoon proberen om juist voor te zijn dat wij tegen een onnodige nederlaag oplopen. Maar kijk je dan per wedstrijd daarnaar, wat je net al zei, in de aanval bijvoorbeeld, maar ook op het middenveld, als ik nu de training zag, zag ik daar ook weer een ander poppetje staan? Ja. Nee, dat kijk ik wel per wedstrijd, per tegenstander, steeds meer eigenlijk. Want je hebt ook het gevoel dat je als trainer je wel steeds meer gaat ontwikkelen. Misschien had ik 2-3 jaar geleden wel gekozen voor Never Change a Winning Team. En in dit geval maak je toch een aanpassing, omdat je ook deels op je gevoel afgaat. Maar ook deels afgaat op de mensen om je heen. Ik heb een uitstekende staf, zeer uiteenlopend. Ook qua uiterlijk, de een wat mooier, de ander wat minder mooi. Maar je probeert daar wel naar te luisteren, wat hun mening is, wat hun visie is. En in dit geval, voor deze afgelopen wedstrijd, heb ik wel een keuze moeten maken. Want het was in evenwicht en ik was degene die dan doorslaggevend was in deze. Ja, en ik kan me voorstellen, dat het is natuurlijk een leuke keuze, want je hebt twee goede voetballers. Maar het is meer dan alleen het sportief, hè? Want Dervis Şoğlu is natuurlijk gewoon een talent van de club. Misschien wel het grootste talent wat de laatste jaren bij Sparta heeft gevoetbald. En aan de andere kant is het je aanvoerder, hè, Lars Veldwijk, die belangrijk is met goals en ook voor de ploeg belangrijk is. Er speelt meer dan alleen wie is de beter en wie maakt de goals. Nogmaals, uiteindelijk is het natuurlijk het principe nog steeds zo dat één... Is de club. Twee is het individu. Het team. En drie is het individu. Zo simpel is het. Dus ik moet inderdaad kijken, wat is het beste team? Wat is het sterkste team? En niet per se FC Lars of FC Halil of FC Henk Vreeser. Weet je? Het is het team. Het is de club. En dat moet ik wel bij een aantal mensen wel duidelijk zien te krijgen. Ook als ik kijk naar de oudere spelers, soms hebben ze een bepaalde status en denken ze van op basis van ervaring, nou, dat hou ik wel vol. Dat gaat niet werken altijd. Maar ook bij de jongeren zijn er soms momenten dat ze zo'n status krijgen aangemeten, dat ik soms denk van ja, ook dat is niet vanzelfsprekend. Dus nogmaals, ik moet zeker kijken naar het beste team, het team wat het meeste kans maakt om te winnen. En niet per definitie naar het individu en de beste speler en wat het meeste gaat opleveren. Nee, van mij wordt verwacht terecht dat ik moet presteren. Behoorlijke uitdaging. Dus ik heb wat dat betreft geen sentimenten. Ben je eruit al voor de Top Os? Ja, zeker. Ja. Ga je dat met ons delen? Nee, want ik heb het niet tegen de spelers gezegd. Nee. En een tipje van de sluier geven. Ga je veel veranderen? Wat kunnen we verwachten? Nou, jij zag net dat er één poppetje anders stond. Dus overdreven veel veranderen, mocht dat gebeuren, zal dat niet zijn. Oké. Even over Dervis Şoğlu wil ik toch nog even hebben. Ik heb hem vorig seizoen best wel vaak gezien in de tweede divisie. En nu hier, ik vind dat hij zegt, ja, hij speelt eigenlijk hetzelfde. Is dat ook iets waar jij met hem aan moet werken, dat jeugdige er een beetje af moet? Ja, ik weet niet precies hoe je de vraag bedoelt, maar ik denk dat hij kwaliteiten... Dat hij meer in het belang van het team zou moeten spelen. Dat hij, zeg maar, bij Jong Sparta kreeg hij natuurlijk heel veel vrijheid en was hij natuurlijk de man. En dat hij dat hier natuurlijk niet is.
Nou ja, ik vind ze allemaal nog wel de man, hoor, als ik eerlijk moet zijn. Alleen, kijk, voor een jonge speler, datgene wat hem zo ver gebracht heeft, zijn speciale kwaliteiten. Die moet hij vooral blijven doen. Hè? Dat maakt hem sterk. Uiteraard, naarmate de weerstand, en dan wil ik niet beledigend zijn naar het niveau, maar derde divisie, tweede divisie, noem maar op, enzovoort. Zelfs keukenkampioen naar eredivisie of zoals gisteravond de Champions League. Je moet wel jezelf ontwikkelen om op elk niveau weer van waarde te zijn. In de A-jeugd krijg je waarschijnlijk per wedstrijd krijg je 15 tot 20 kansen. In een keukenkampioendivisie zullen dat er waarschijnlijk 5 zijn die hij nog krijgt. In de eredivisie zijn dat er 2. En op Champions League niveau mag je blij zijn als je 1 kans krijgt. Dus zo moet je het meer zien. En daarom zeg ik, dat woord talent vind ik prima. Potentie vind ik prima. Maar status, dat hebben ze nog geen van allen. Daar gaat in wat mij betreft een seizoen overheen. En dat is misschien die oude lul die je hoort praten. Omdat in mijn tijd moest je een seizoen lang moest je laten zien dat je de status talent aangemeten kon krijgen. Nu gebeurt dat wel heel snel. Ja, dat komt ook door de media, hè? Door ons. Want wij willen ook nieuwe talenten zien. Wij maken ook jongens ook vrij snel heel groot. Nou ja, kijk, jullie zijn wel de grootste vervuilers, ja. Maar ik begrijp dat wel, als ik heel eerlijk moet zijn. Want ik heb een aantal zaken in mijn werk wat ik voor elkaar moet zien te krijgen. En in de media, heel veel moeten ook scoren. Dus ja, dat vind ik ook wel begrijpelijk dat gebeurt, weet je. Alleen voor een trainer is dat vaak lastig, omdat jij ze moet overtuigen dat het niet altijd zo is, zo extreem is als in de pers wel eens aangegeven wordt. Ja, wij willen graag grote talenten, dus wij moeten scoren, jullie moeten scoren. Ja, precies. Ja, daarom. Dus ik denk dat we dat ook van elkaar moeten respecteren, ja.